Langzaam maar zeker verloor ik de regie over mijn lichaam en mijn leven. Medicijnen wantrouwde ik vanwege de bijwerkingen. Ik zag nog maar één uitweg, diepe hersenstimulatie. Het organiseren en uitvoeren van een taak was steeds moeilijker. Je weet niet waar te beginnen en dus begin je er maar niet aan. Veel huwelijken spatten uit elkaar. Niet zozeer door Parkinson als wel door gebrek aan toekomstperspectief. Je hebt voortdurend het gevoel dat je achteruit loopt. Je weet dat je vooruit moet, initiatief moet nemen. Je weet dat je moet doen waar je vroeger zo goed in was. Fluitend door het leven gaan. Mijn man die heeft 15 jaar Parkinson gehad. Ja. Mijn man die heeft een bepaalde medicijnen gehad. Daar waren heel veel bijverschijnselen van. Onder andere seksverslaafd, koopverslaafd, heel ander gedrag. Ik heb dat in drieën meegemaakt. Ik heb in een heel diep dal gezeten. Daarvoor had ik dus een vertrouwensarts. Ik wil jullie dus niet ontmoedigen, maar wees alsjeblieft mondig naar de neuroloog, want u bent baas. Ik vind het ook heel moeilijk, want ik word er zelf nog verdrietiger van. Ik zie Hans, mijn man, gewoon met Parkie vechten. Nou, als je geen klik hebt met je neuroloog, doe toch een ander mee. Ja, en je moet ook doen, denk ik. Dat heeft Frank altijd gedaan waar hij zich goed bij voelt. Ja, dat en hij vertrouwt zijn neuroloog en het hele team in Gent. Op basis daarvan heeft hij die beslissing genomen. Dat is heel belangrijk. Nee, ze kunnen het nog niet. Nee, ze zijn nog niet zo ervaren. Oké, jij moet wel ervaren zijn. Ja. Ik zou niet graag naar een neurochirurg gaan die het voor het eerst... Nee. Die meneer heeft ook een vraag. Nee. Het is altijd de eerste keer, ja. Ik wil in eerste instantie u en uw man Frank complimenteren met de enorme eerlijke manier waarop jullie het programma in elkaar hebben gezet. Ik vind het geweldig. En wat mij opvalt, dat is dat met die DBS-operatie van Frank, dat hij toch nog zo bewegelijk is. Bij mijzelf is Parkinson in 2005 gesignaleerd. En ik functioneer op 4 pilletjes per dag. Kun jij uitleggen waarom je zo trilt? Ja, ik ben bang dat hij afgesprongen is. Het en het is ook zo altijd, als Frank over Parkinson praat, dan wordt hij emotioneel. Hij moet altijd trillen. Maar er zijn ook momenten dat hij niet trilt. Er zijn heel veel momenten dat hij niet trilt. Wij zijn geen medisch specialisten. Wij vertellen alleen wat wij hebben meegemaakt. En wij hebben niet de oplossing. Behalve dan ja, de dingen die ons geholpen hebben. En die zitten toch vaak, want het zit niet alleen in de medicijnen of alleen in die operatie. Maar ook wat Frank duidelijk heeft gemaakt in het hebben van positieve gedachten. Van verrassende ontmoetingen, van iets waar je blij van wordt. Van goede vriendschappen, mensen die je meenemen, muziek op bepaald ritme. En als u medische vragen heeft... Dat u naar een medicus toe gaat, spijt me. Volgende week. Sommigen hebben trouwens meer gehoord. Ik speel dus veel met mijn mondharmonica. Ik denk dat toch wel een beetje... Ja. Heeft u hem bij u? Ja. Wilt u meespelen? Nou, dat zal wel. Kan wel, Sammy. Yeah.